Wat dan? Hij zal wel proberen te... In één keer, hè? Nee, nee, nee. Ik gooi ze onderop, ja? Oké. Oké. Wat moet ik doen dan? Je moet ze doorprikken. Ja? Oké, kom. In één keer. Ah! Woe, goed zo! Lekker! Iedereen, weet je? Ik heb net aangeklikt, man! Echt serieus! Oh, het is een beetje gezond! Oh, goeiemorgen! Wauw, echt! Goeiemorgen! Ja, echt leuk, man! Echt leuk! Nee, is dat niet! Nee, is dat niet! Nee, is dat niet! Oh, mama, wat ben je toch geweldig! En een grappen maken, joh! Kijk hoeveel water. Ik heb iets te veel gevuld. Bingo, geld. Oh, hij moet luchten. Maar ik ben zeker dat. Hoe ga ik hier naar boven? Hoe kan hij dat leuk vinden, Eli? Ja, omdat hij dat soort vechtjes. Ja, ga erin liggen. Ga maar liggen. Nee, niet liggen. Nee. Ga maar liggen. Ga maar lekker overheen schuiven. Doe het toch. Ik ga ook. Hij is echt. Gewoon papa's schouder over. Eli! Nou, schat, lekker opgekleed. Jij bent echt erg, man. Serieus. Schat, ga omkleden. Alsjeblieft, snel. Kom beneden. Kom eens, schat. Kom eens. Wat was eigenlijk de Kom bedoeling? Eens, ik wil het zeggen. Nee, ik vertrouw je niet. Kom eens. Kijk eens hoe schattig. Wat? Ons prinsje slaapt. Prinsje. Prinsje. Ik ga even... Nee, mama. Hallo allemaal. Super leuk dat jullie kijken naar een nieuw videootje van... Kom in de kar. Mijn koningin. Het verhaal met Prinsje. Echt heel lang geleden zei ik een keer tegen Mia, zeg ik, ah, Prinsje. En ze zei, waarom zeg je dat? Dat zeg je toch niet? Ja, FC, weet je, je mag je kind noemen zoals je wil, maar ik weet niet. Mijn Prinsje, mijn prins. Nee, dus het is een beetje een grapje tussen ons. Als ik zeg, Mia is ons Prinsje, dan wordt hij geïrriteerd. Dus soms is het even leuk om elkaar te irriteren. En vandaag staat het weer lekker 1-0 voor... Nee. Weet je zeker? Dag buiten. Het is een challenge, het is een uitdaging. Het was een nieuwjaarstijd, dat is lekker refreshing en helemaal zen voor het nieuwjaar. Zit in nieuwjaar. Hij was goed, eerlijk. Ja, Eli? Ik verwacht het niet. Ik wist niet dat zulke hersenen voor jou zulke grappen hadden, dus ja. Wij zijn zojuist even de deur uit geweest omdat we een aantal spulletjes moesten gaan halen. En altijd wanneer wij de deur uitgaan om boodschappen te doen of whatever, heb ik geen last van mijn kinderen, maar van deze man die dan zegt... Ah, ik heb eigenlijk wel trek. Normaal zijn toch kinderen die altijd vragen... Oh, mama, papa, mag ik dit? Bij deze is het mijn man. Zelfs zeggen, hoe kom je erbij? Ik heb nooit trek. Dus, nou ja, goed. Maakt niet uit. Maar wat voor lekkers hebben wij gehaald? Kippen. Oh, we hebben lekker bij een kippenpoelier van die kippertjes gehaald. Kijk, wacht even. Hoe hij zit, hè? Hij heeft een tasje meegenomen, maar hij wil heel graag kippertjes. Mouwtjes opgestroken. Hij is wel als eerste klaar. Ja, echt. Debbie ook. Mias ook. Mias heeft net al lekker gegeten. Die heeft al zijn melkje binnen. Dus wij gaan even lekker wat kippertjes eten. Dankzij onze hongerige mannetje hier in huis. Dit is trouwens de allereerste keer dat onze jongens... Zo, kijk er. Heel bot onder kluiven aan een kipkluifje hier. Nee, niet zo aan de zijkant. Mias ook hier. Lekker. Normaal gesproken willen ze altijd dat wij hem... Hoe heet het? Slijper voor hun, maar nu ga eens kijken. Maar wacht even, kijk het verschil. Deze zijn van mij en die zijn van jou. Zo hoort het eigenlijk. Jij doet het wel. Ja, die merg haal ik wel vanaf, want voor de rest eet ik alles. Ik laat nog best wel veel stukjes eraan over. Oh, het ziet er echt smakelijk uit zo. Kijk, een handdoek, een doekje. Goed zo, schat. Je doet het goed. Handdoekje erbij. Deze die doet ondertussen hand gewoon op de... Deborah, echt was net zo'n moeder hij, jongen. Alsjeblieft, schat. Je lijkt op mama, hè? Nee, hij lijkt op mama. Hè? Ja, goed zo. That's my son. Jij bent papa's kindje. Heel goed. Het heerlijk gegeten van de kippertjes. En zeker, wij zijn het. Onder andere dus boodschappen wezen doen. Want wij moesten naast de boodschappen ook nog eventjes wat kaartjes halen. En eigenlijk doen wij bijna even kaartjes. Mijn moeder is 100 jaar geworden, jongens. Nee, ze is geen 100 geworden, maar ja, deze had Debra dus uitgekozen. En ik moest ook nog even een ander kaartje hebben. Die halen we dus bij een boekenwinkel. En we stonden daar bij de kassa. En op een gegeven moment zien we daar krasloten liggen. En krasloot is een beetje een dingetje.
in het verleden kochten wij die wel eens voor de gein voor elkaar. Nooit wat gewonnen trouwens. En toen ze zaten lagen liggen, toen dachten we van, zullen we die gewoon halen? Zullen we gewoon niet een keer gewoon 100 stuks halen? Om eens even te zien, gaan we wat winnen of niet? Het is gewoon een experiment, zeg maar. Hè? Ik bedoel, dit soort dingen, ik wil het niet aanmoedigen, want het is... Ja, we promoten het sowieso niet. Ik zeg heel eerlijk, koop het niet, want 99% eigenlijk... Is verleden. 99,9, je wint toch. Misschien hebben we straks wel de jackpot. Nee, maar even zonder gekkigheid. Het is gewoon een soort experiment. Het is gewoon onzin, maar het is gewoon grappig om af en toe voor te kijken. Om eens even te kijken van... gaan we, als je er dus zoveel koopt, wat haal je eruit? Haal misschien je winnen we wel. We kunnen 50.000 euro winnen bij deze en deze 25.000. En stel je voor, okay. Oh, 70.000 voor allebei de jackpot? 75.000 euro. Oh. En stel je voor, je wint twee keer de 50.000 euro. Kan dat? Oh ja, dat, ja natuurlijk. Stel je voor, je bent op elke kraslot. Stel je voor, we hebben gewoon die lucky... Schat, ja. Kus mijn hand. Kus? Kus mijn hand. Waarom? Kus mijn hand. Ah, niet likken. Geef ze een kusje. Kus, niet tuffen. Kus. Waarom? Ah, blazen, Eli. Oh nee, kinderen gaan niet bij. Eentje. Oh. Ik neem de euro. Ik heb, wat heb ik? Jij hebt een halve lop, ik heb een hele lop. 20 cent. We zitten er klaar voor, we gaan beginnen. Money. Ik ga zo voelen naar de lucky one. Ja. Ja, dit is hem. Dit. Nou, gaan we allebei tegelijk? Nee, twee koop. Moest je allemaal ook die... 50.000. 3 euro. 2.500. 50.000. Oh, Ezra, dit kan zijn. Vergeet al lekker. Niks. Nada. Lekker. Nou, hier ook niks. Hé, hey, we hebben de gratis lot gewonnen! Yeah! Oh yeah. Ik hoop dat jullie het laten zien. Er staan dus bedragen op. Hè? Dan moet je er dus 3 zelf te krijgen. Nou, hier staat de gratis lot. Die hebben we dus gewonnen. Dit is voor 15. De extra kans. Als er 3 zelfde bedragen op staan, heb je dus die prijs gewonnen. Wat we dus tot nu toe niet hebben gewonnen. Behalve dan 1 gratis lot. 10.000, 5, 50, 2,5, 5. Yes! Ik heb 5 euro gewonnen. Echt? Ja, ik zweer het je. 3 keer 5 euro, jongens. Wow! 5 euro! Dat gaat een goede kant op. Woe! Hey, doe wie wat kras, die mag me hebben? Ja, is goed. Oké. Okay. Kom op, Esra. Oh, ik ga nu van het varkentje. Even reiki, voedoe. Heb je al een varkentje gedaan? Nee. Ik ook niet. 4, 4, 10. Hoe hier staan helemaal lage bedragen op die varken. Die varken is die... Yay! Wat? Prijs! Ik zweer het. Wat? Zij uit bij het varkentje. Gelijk mijn eerste varkentje geluk. Hoeveel? Oprecht. Hoeveel ja, heb je? Hoeveel heb je? Jongens, kijk. Daaronder, draai. Hoeveel heb je? 2 euro! Woe! Ik zat al voor. Ah! Ik geloof niet van. Helaas, maar 20. Ik geloof je gewoon direct al niet, hè. Esra, ja? Ik ga met jou meekijken. Misschien brengt het wat geluk. Kom, alle kijkers, positieve vibes. Ogen gericht op. Gaan we hem spannend houden. De eerste is... Oeh, 3 euro. Wat hebben we nog meer? De 50.000. 50.000, jongens. De 1000. Oké, okay, we kunnen misschien even die winnen. En dit is... 5. Ja, jongens, het heeft geholpen! Yay! Yeah. Goed zo. 1 euro! Woe! Woehoe! Dit gaat werken, nog een keer. Kom, ik blijf wel bij jou, ja? Kijk mee, kom op. Kijk mee, gaan we. We gaan iets sneller doen. De eerste rij hebben we 1050 en 10 euro. Oké, volgende rij is 10 euro. Kunnen we misschien wel winnen, want we hebben er dus 2 van. Wordt het een tientje? En gratis lot. Oké, jongens. Alles is opengekrast. En de grote vraag is er natuurlijk. Wat hebben wij gewonnen met 100 en wie heeft krasloten? Meer? Laten we eens even beginnen. Dit wat wij hier voor ons hebben liggen is de winst. Daar hebben jullie allemaal prijzen. Ja. Zeggen heeft er beduidend minder dan dat ik er heb. Ik ga beginnen met deze. Dit zijn 7 krasloten met prijs en dit zijn 7 gratis loten. En ik heb hier ook 3. Dus gratis we hebben bij 100 krasloten hebben wij 10 gratis loten gewonnen. Nou, helemaal top jongens, ze zijn gelijk rijk.
En dan de winst met bedragen erop. Want we hebben ook wat geldprijzen gewonnen. Hoeveel euro's heb jij gewonnen? Ik heb 2 euro. Ja. 2 euro. Ja. En 5 euro. Dat is bij elkaar 9 euro. 9 euro. Oké. Okay. Maar Estra, die heeft net wat gekregen. Ik gekrast. Heb nog meer. Maar Estra, luister eens. Ja. Die ene. Wil je die wel opnoemen eigenlijk? Ik ga wel. Ja? Oké, ik ga eerst. Ik begin van laag tot de jackpot. Het grootste bedrag. Zijn er klaar? Die jullie nog niet gezien hebben, jongens. Maar ik vind hem wel een goeie, hoor. Ik vind hem wel een goeie. Ja, ik ben er ook echt blij mee. 2 euro. 4 euro. 5 euro. Oh, en nog een 2 euro. Sorry. Nee, nee, de laatste. Is het laatste? Nee, nee, niet doen, niet doen, niet doen. Ik weet het zeker. Zal ik niet doen? Je kan het ook voor jezelf bewaren. Niemand hoeft te weten. Ja, jongens, het was een experiment. Dus we gaan het jullie vertellen. Het grootste, hoogste bedrag wat is gewonnen door mij en mama is geworden 10 euro. De focus die hij heeft er niet in. 10 euro, jongens. Dat betekent dat mijn totaalbedrag 29 euro is. En plus mij 9 euro van Sean is onze winst totaal. Winst? Tenminste, winst. Onze. Ja, hoe kan je het noemen? Het heeft ons in ieder geval dus 38 euro opgeleverd en 7 gratis kastloten. Was leuk om een keer uit te proberen als experiment. Ik wou dat sowieso ook echt graag weten. Mijn mensen, geen kastloten voor mij meer. Zoals je ziet, je haalt er niet heel erg veel uit. Kan natuurlijk, maar doe het maar gewoon niet. Oké, realiseer je gewoon eventjes wat hier gebeurt. Idias. Hij heeft gewoon letterlijk de onderkin van Sarah. Je hebt geen onderkin. Kijk hoe die zit. Hij vindt het lekker ook nog, hè? Hij laat ik voel me ook gewoon steeds zo knijpen. Mias heeft dus de neiging om alles vast te pakken en te knijpen. Ja. Maar wat hij dus nu... Hij steekt handjes, hoor. Ja, het is echt bizar hoe hard je knijpt. Ja, hij wacht ook. Hoe bizar hard jij kleintjes kunnen knijpen. Goed zo, lekker, hè? Hij wil mij ook al een keertje trappen. Weet je wat hij doet? Hij doet zo. Hij pakt die zo. Mijn papa pakt die gewoon. Oh, tutti frutti onderkin. Moet nu over jouw onderkin beginnen. Ja. Jongen. Jij was in je vorige leven de hamster volgens mij. Toen zet hij al het eten hier bij je onderkin. Het was wel een hele Big Mac menu dan onder. Ja. Het is er. Stuk tijdje geleden, wat was het nou? Toen zei jij, oh, eigenlijk best wel veel mensen hebben een onderkin. Ja, serieus. Ik, op een gegeven moment merkte ik mijn onderkin. Serieus, ik moet zo strak trainen. Niks mis mee, hè? Opeens, ik let op. Overal komt iedereen weer zo'n onderkin. Het is gewoon fijn, want je kind kan gewoon lekker vastpakken bij je onderkin. Dus onderkinnen zijn gewoon... Kijk, hij heeft er voelt lekkerder uit. Oh, maar die van jou voelt echt lekker. Ja? Ja, lekker zacht. Nee, hij zegt mijn onderkin. Nee. Ja, sorry. Zo, daar zitten we dan, team onderkin in de building. Eerlijk, het voelt zo lekker. Echt, ja? Serieus. Voel eens? Ik snap wel waarom die het pakt. Voel eens. Lekker? Ja, dat is goed, toch? Maar, jongens, wat betreft die krassloten. Je ziet het, eigenlijk... Je verdient er geen reet mee. Je maakt er altijd verlies op. Zoals wij gewoon dik verlies. Zoals we al eerder zeiden, jongens. Ja, ik zou zeggen, haal het niet. Het is gewoon geld te spillen. En ik was gewoon leuk. Het was gewoon een leuk experimentje om een keer te proberen. Je moet het een keer geprobeerd hebben. Die dingen gaan we sowieso niet meer halen. We gaan ook lekker de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Zet even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent. En geen video op missen. Dan zien jullie volgende keer weer in een nieuwe video.